Toen deze vrouw elke dag zo'n 19 kilometer aflegde om haar gezin te onderhouden, wist ze niet dat ze gevolgd werd door een agent. Ze was een hardwerkende burger, dus waarom schaduwde een agent haar? Wat had ze gedaan om dit te verdienen? Blijf hier om dat te ontdekken. Elke ochtend moet Jalesha om 3 uur opstaan en zo'n 10 kilometer wandelen om 5 uur te beginnen met haar werk en na haar werk moest ze deze trip opnieuw doen. Dit kwam omdat ze bij het zoeken naar een baan per ongeluk de verkeerde plaats had gebeld. Ze woonde in de buurt van Rocky Mount, wat erg ver was van de plaats waar het restaurant in Nashville was gevestigd. De stoere vrouw moest dagelijks een moeilijke routine doorstaan. Maar ze bleef toegewijd aan haar werk. Ze besloot dat geen enkele hoeveelheid kilometers of routines haar zou tegenhouden om ervoor te zorgen dat ze in haar eigen onderhoud en dat van haar gezin voorzag. Ondanks haar beproevingen bleef ze een enthousiaste werkster die voor het krieken van de dag opstond om zich voor te bereiden op haar werk, zodat ze vroeg genoeg op haar werk kon zijn bij de chicken and biscuit fastfoodwinkels Bojangles. Het weer of de afstand kon haar niet veel schelen. Het enige waar ze aan dacht was hoe ze voor haar gezin kon zorgen en ze zou in de regen of zonneschijn naar haar werk wandelen. Jalesha was niet alleen een hardwerkende vrouw, maar ook bescheiden. Het was tijdens een van haar vroege ochtendwandelingen naar haar werk dat ze een agent ontmoette. Op deze dag in het jaar 2018 regende het hevig. De regen maakte het lastig en ze had het bijzonder koud. De vrouw voelde zich verdrietig terwijl ze naar de auto's keek die haar passeerden. Je kan je niet zomaar voorstellen wat er door haar hoofd ging. De vrouw uit North Carolina zette echter door, ondanks de ongunstige weersomstandigheden waarmee ze te maken kreeg. Ze vervolgde haar reis naar haar werkplek met een paraplu in haar ene hand en een tas in de andere. Na ruim een uur lopen was ze moe en haar lichaam deed pijn, maar ze vervolgde haar tocht over de stoep. Jalesha zag een auto achter haar stoppen. Ze vroeg zich af wie de persoon in de auto kon zijn. Ze kon echter nauwelijks iets zien door de zware regenval en de eerste gedachte die bij haar opkwam was dat het een agent kon zijn. Toen ze eindelijk ontdekte dat het een politieagent was, liep ze sneller, want ze voelde zich nerveus over de situatie. Ze dacht bij zichzelf, zit ik in de problemen? De politieman zette zijn auto aan de kant en vroeg haar naar hem toe te komen. Jalesha was bezorgd en haar hart ging tekeer. Ze dacht bij zichzelf dat ze misschien iets verkeerd gedaan had, waardoor de agent haar aanhield. Ze was ook bezorgd dat ze door dit voorval te laat op haar werk zou komen. De Amerikaanse dacht dat het een vreselijke dag voor haar zou worden. Wetend dat ze niets verkeerd gedaan had, vatte ze moed en liep zelfverzekerd naar de auto van de agent. Wat ze niet wist, was dat haar leven op het punt stond een onverwachte wending te krijgen. Jalesha dacht dat ze op weg was naar het politiebureau. Waarom zou een politieman haar anders aanhouden en zeggen dat ze in zijn voertuig moet stappen? Vreemd niet waar? De vrouw was een gemoedelijke en hardwerkende vrouw die haar zaken op orde had en een positieve kijk op het leven had. Ze geloofde dat ze niets verkeerd gedaan had, maar ze kon de negatieve gedachten die in haar hoofd binnenslopen ook niet tegenhouden. Wat ze niet wist, was dat de dagelijkse routine van de agent ervoor zorgde dat hij dezelfde route nam als haar. Hij had haar al maanden naar het restaurant zien lopen. Deze ochtend was echter bijzonder. De politieman zag haar op het trottoir lopen terwijl het hevig regende en de wind hevig waaide. Sergeant Bass zag dat Jalesha er slecht aan toe was en hij besloot deze vreemdelingen te helpen. Hij had altijd al met haar willen praten en deze ochtend was voor hem een perfecte gelegenheid om dat te doen. De politieman dacht bij zichzelf dat als hij nu niet met haar zou praten, hij misschien de kans niet meer zou krijgen. Jalesha was in haar hoofd bezig met de juiste woorden te bedenken die ze kon zeggen indien ze ondervraagd zou worden, maar ze kon er geen bedenken. Toen ze naar de auto van de agent stapte, vertelde de hulpsheriff haar dat hij Sergeant Scott Bass heette en vroeg haar kalm in zijn auto te stappen. Jalesha was echter terughoudend en vertelde hem dat ze te laat zou zijn voor haar werk. De agent negeerde haar antwoord en herhaalde beleefd dat ze in zijn auto moest stappen. De fastfoodwerkster was nerveus, want ze wist niet wat haar te wachten stond. Toen ze goed naar de badge van de agent keek, ontdekte ze dat hij een sheriff in Nash County was. Ze was ook ongerust omdat de agent geen woord tegen haar zei en ze in haar gedachten probeerde uit te vogelen waar ze heen gingen. Ze dacht bij zichzelf dat hij haar naar de gevangenis zou brengen. Niet veel later stonden ze voor de chicken and biscuit fastfoodwinkel Bojangles, waar ze werkte.
uiteindelijk besefte ze dat de beambte haar had gezien terwijl ze het moeilijk had en dat hij haar een lift naar haar werk had gegeven, zodat ze de zware wandeling niet moest maken en in een goede stemming op haar werk zou aankomen. Niet te geloven, zo'n vrijgevigheid. Jelesha was hem zo dankbaar. De attente agent had Jelesha altijd langs de drukke weg naar haar werk zien lopen. Hij respecteerde haar toewijding aan haar werk, ongeacht de weersomstandigheden of de afstand, en was ontroerd door haar verbazingwekkende instelling. Nu is het verbazingwekkende aan het verhaal van Jelesha dat het niet bij deze ene lift van deze ene agent bleef. Ze kreeg niet alleen een lift van de agent die nu haar vriend was. Ook andere sheriffs werden nu gevraagd haar te helpen. Ik weet dat het ongelooflijk is. Deze vrijgevige politieman bedacht hoe hij haar last kon verlichten. Hij deelde haar verhaal met zijn vrouw en de twee bedachten een manier om de hardwerkende dame te helpen. Het woog een beetje op me en zat me dwars en elke dag dat ik haar een lift gaf, sprak ik, om de een of andere reden, gewoon met mijn vrouw over haar, zei hij. Wat hij daarna deed, zou je versteld doen staan, want Sergeant Bass ging tot het uiterste en gaf Jelesha een geschenk. De vriendelijke sheriff nam contact op met Walmart in Nashville en sprak met enkele van de managers daar. Hij deelde het verhaal van de vrouw met hen. Ze waren geraakt door haar verhaal en schonken haar een fiets om te gebruiken, zodat ze de tocht niet meer te voet moesten afleggen. Is dat niet geweldig? De hulpsheriff van Nash County nodigde Jelesha in zijn kantoor uit. Deze keer was ze niet zo ongerust, want ze wist dat hij goede bedoelingen met haar had, maar toch was ze nerveus omdat ze niet wist waarvoor hij haar belde. Toen ze op zijn kantoor aankwam, nam hij haar mee naar de parkeerplaats. Wat er daarna gebeurde ontroerde Jelesha, want ze kon haar ogen niet geloven. Hij vertelde haar dat de fiets die ze voor zich zag staan een geschenk voor haar was. Jelesha was overweldigd door emoties. Ze kon niet geloven dat een gloednieuwe Schwinn Fairhaven Women's Cruiser fiets aan haar gegeven was door de attente hulpsheriff. Ze wist niet meer wat te zeggen. Ik was geschokt. Ik dacht niet dat het echt was, zei ze. Ze was hem dankbaar en ze was ook blij dat ze niet meer elke dag 19 kilometer moest wandelen. De opmerkelijke daad van vriendelijkheid van Sergeant Bass herstelde Jelesha's geloof in de mensheid en maakte haar leven veel beter. Ze hoefde zich niet langer elke dag druk te maken over het lopen naar haar werk. De gift van de sergeant zorgde ervoor dat ze veel sneller op haar werk was. Maar kan het verhaal van deze vrouw nog beter worden? De agent en Jelesha deelden hun verhaal op het internet en miljoenen mensen waren onder de indruk van een bijzondere vriendschap. Hun verhaal ging viraal en ze haalden het nieuws op verschillende mediakanalen. Ze trokken ook de aandacht van talkshowpresentator Steve Harvey. Het duo werd in de studio uitgenodigd om hun bijzondere verhaal te delen en voordat ze de show verlieten, kreeg ze een nog grotere verrassing. Ze kreeg een auto. Ja, je hoort het goed, ze kreeg een eigen voertuig. Het inspirerende verhaal van Jelesha bewijst dat er nog steeds vriendelijke mensen in de wereld zijn. Haar verhaal is het bewijs dat elke kleine daad van vriendelijkheid een lange weg kan gaan. Heb jij ook verhalen van agenten die een vriendelijke daad verrichten? Deel ze met me in de comments. Tot de volgende keer en wees veilig!